5, 6, 7 keer dat ik gesproken heb, hebben we het gehad over potentie. En over hoe God ons gevuld heeft met potentie. Denk aan het zaadje. Ik weet nog, 3 weken geleden met de barbecue kwamen ze naar me toe. Ja, jij bent de man van het zaadje, hè? Maar denk aan het zaadje. Een zaadje is in eerste instantie gevuld met een boom en uiteindelijk met een bos. En het mooie is, een klein zaadje draagt dus de potentie van een bos in zich. En zo is het ook met ons. God heeft ons allemaal gevuld met potentie. En het mooie is, als je goed nadenkt over een zaadje moet geplant worden. Een zaadje moet geplant worden in aarde of in een tuin. En de titel van mijn preek vandaag is dan ook, ik en mijn tuin. Zeg even tegen degene die naast je zit, ik en mijn tuin. Ik en mijn tuin. Oké, laten we bidden. Vader, dank u wel dat we hier vandaag mogen zijn, samen met elkaar in deze vakantieperiode hier in Os, Heer. En Heer, we slaan uw woord open en we willen u vragen of u wilt spreken tot ons hart, Heer. Dat wat we horen, dat het mag zinken in ons hart en dat we iets mee mogen gaan doen wanneer we de deur uitlopen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Hey, ik wil vandaag een gedeelte gaan lezen uit 2 Korinthe 10. En deze tekst legt eigenlijk de basis voor alles wat ik vandaag wil gaan vertellen. Dus laten we beginnen bij vers 7. Komt-ie. Dit is Paulus die spreekt. Zie nu eens de feiten onder ogen. Wanneer iemand er zo van overtuigd is dat hij Christus dient, moet hij goed bedenken dat ook wij dat doen. Zelfs als zou ik overdreven hoog opgeven van het gezag dat de Heer ons heeft toevertrouwd, overigens een gezag om uw belang te dienen en niet om het te schaden, dan zou nog blijken dat ik de waarheid spreek. Ik wil niet de indruk wekken u alleen door middel van brieven te waarschuwen. Er zijn er namelijk die zeggen, in zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en imponerende toon aan, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en wat hij zegt heeft weinig te betekenen. Laat iemand die dat beweert gezegd zijn dat ik eenmaal bij u precies zo zal optreden als in mijn brieven. We zijn niet zo overmoedig ons te vergelijken met degene die zichzelf zo aanprijzen. Laat staan ons hen gelijk te stellen. Zij tonen hoe dom ze zijn door zichzelf als maatstaf en norm te nemen. Wij daarentegen willen niet zo buitensporig hoog van onszelf opgeven. Wij blijven binnen de grenzen die God ons heeft gesteld. Ook u valt daar binnen. U behoort tot ons gebied. Dus we overschrijden geen enkele grens. We hebben immers ook bij u als eerste het evangelie van Christus gebracht. Bovendien willen we ons niet laten voorstaan op het werk buiten ons gebied, op de inspanningen van anderen. We hopen alleen dat uw geloof groeit en dat u ons werk uitbundig zult prijzen binnen de grenzen die God voor ons heeft vastgesteld. En we hopen eveneens het evangelie in verregelegen gebieden te verkondigen, zonder ons te laten voorstaan op de resultaten in andermans gebied. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Want niet wie zichzelf aanprijst, is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen. Nou, een hele lap tekst. En eigenlijk is dit best een speciale brief. De brief die Paulus richt aan de gemeente van Korinthe. Want wat Paulus eigenlijk in dit gedeelte aan het doen is, is het bespreken van kritiek die er is op zijn leiderschap binnen de gemeente van Korinthe. Er zijn valse leraren, zoals Paulus ze noemt, die hem bekritiseren en die eigenlijk een attack doen op zijn leiderschap. En wat zo speciaal is, we zien eigenlijk in dit stuk hoe Paulus, de schrijver van bijna het hele Nieuwe Testament, van heel veel brieven uit het Nieuwe Testament, de apostel die naar de heidenen ging, waardoor wij vandaag de dag ook onderdeel zijn van de kerk die begonnen is in Jeruzalem. Maar we zien hoe Paulus, een man met heel veel invloed, reageert op die attack. Maar wat we dus zien is, er wordt getwijfeld aan zijn leiderschap, maar er wordt ook gepoogd hem eigenlijk weg te sturen uit
Korinthe. Die valse leraren, zoals Paulus het noemt, die zeggen eigenlijk van, ze proberen eigenlijk door middel van roddels te verspreiden in die gemeente Paulus buiten te sluiten. Zo van, ja, in zijn brieven heeft hij wel een grote mond, hè, als hij jullie een brief stuurt. Maar als hij in persoon bij jullie is, dan is hij een doetje, dan is hij een softie. En Paulus probeert dat in dit gedeelte, probeert hij dat recht te zetten. En er komen een aantal mooie punten voorbij. En als het je opgemerkt is, als het goed is, heb ik een aantal woorden geaccentueerd in het Bijbelvers, in het Bijbelgedeelte wat ik net had. En je mag het nog even terugzetten als je wil. Maar als je ziet in de laatste 6 versen van dit stuk, zie je dat Paulus 3 keer het woord grens of grenzen gebruikt en 4 keer het woord gebied of gebieden. In de New King James Version wordt voor deze woorden het woord sfeer gebruikt. Eigenlijk het woord dat iets betekent als terrein of gebied of streek of zone of territorium. Als je in de grondtekst gaat kijken naar dat woord, dan heeft het te maken met een maat, met een bepaalde afmeting. En ik geloof dat Paulus dit woord niet zomaar gebruikt. Er zijn mensen die kritiek op hem hebben en die tegen hem zeggen, Paulus, jij hoort hier niet. Jij hoort hier niet in Korinthe te komen. Jij hoort niet in Korinthe te zijn. Dit is ons gebied. En Paulus zegt, wacht even. Ik beweeg me in het gebied dat God mij heeft aangemeten. Dus hij zegt niet voor niets, we blijven binnen de grenzen die God ons heeft gesteld. En dat is mooi. De kritiek die er is op zijn leiderschap is van, hey, jij bent een buitenstaander, jij bent niet van hier. Weet je, je doet wel tof in je brieven van een afstandje, maar als je zo nu en dan hier komt, dan ben je een softie. Maar Paulus zegt, hey, wacht even. Dit is een gebied wat mij is aangemeten en niet door mezelf. God heeft mij hier naartoe gestuurd om hier het evangelie te verkondigen. En het mooie is, hij zegt dus eigenlijk, dit is mijn gebied. Mij toegeschreven, mij, zoals als het woord in de grondtekst zegt, mij aangemeten. En zo geloof ik dat jij en ik ook een gebied hebben wat ons is aangemeten door God. God heeft jou en mij ook een gebied, een territorium, een zone, een sfeer gegeven die aan ons is aangemeten. En dat is echt iets tofs. Ik moet daarbij denken, en zeker in deze vakantieperiode, wanneer je vanuit Schiphol opstijgt en je vliegt boven Nederland, als er weinig wolken zijn en je kan een beetje naar beneden kijken, maar je vliegt op, wat is het, 10, 11 kilometer hoogte. En je vliegt over Nederland. Even één ding ten eerste. Wat hebben we eigenlijk een mooi land? Kijk, heel vaak zijn we zo druk hier op aarde bezig. Maar als je even naar een ander perspectief gaat en je ziet Nederland van bovenaf, dan zie je hoe prachtig ons land eigenlijk is. Maar wat ik vaak zie en wat mij vaak opvalt, is dat Nederland helemaal opgedeeld is in allemaal vakjes. Je ziet al die weilanden, allemaal strak langs elkaar. Je ziet het hier achter al. Je ziet allemaal vakjes. En zo zie ik het voor me. De hele aarde is Gods missieveld. En God heeft de aarde zo verdeeld dat hij ons allemaal een vakje heeft gegeven. Waar wij verantwoordelijk voor zijn. Eigenlijk precies zoals die boeren dat doen. Ze hebben allemaal hun weiland of weilanden. En ze zijn allemaal verantwoordelijk voor dat stukje weiland waar zij mee bezig zijn. Zo heeft God jou en mij, net zoals Paulus, ook een gebied aangemeten. Hoe tof is dat? God heeft jou en mij een gebied gegeven. Weet je, je bent hier niet zomaar. En ik heb dat de afgelopen 5, 6, 7 keer ook verteld. Je bent hier met potentie. God heeft jou potentie gegeven. Maar die potentie ligt niet zomaar in jou. Die potentie ligt in jou, zodat jij een zegen kan zijn voor jouw gebied. Voor het gebied dat God jou heeft toevertrouwd en toegewezen. Ik geloof zelfs dat God bij het moment waarop hij jou schiep, dat gebied al voor ogen had. Denk aan Adam en Eva. Adam en Eva werden geschapen. En ik vind het leuk dat jij die tekst net las, Bart. Maar God schiep Adam en Eva en wat deed hij daarna? Hij plaatste ze, of misschien moet ik het anders zeggen, hij plantte ze in een tuin. God gaf Adam en Eva in het begin een tuin.
En je kan het opzoeken in Genesis 2, vers 15, over het hele hoofdstuk. God gaf ze een tuin, God plantte ze in een tuin en God wilde dat ze zorgden voor die tuin. Jij en ik hebben ook een tuin. Wij zijn als een zaadje, dan gaan we weer, gevuld met potentie, geplant in een specifieke tuin. Mag ik het zo zeggen? Ik heb het hier opgeschreven. Jouw tuin is de plaats waar God jou voor heeft gemaakt en waar hij jou in heeft geplaatst, waar hij wil dat je voor zorgt. En bij die tuin horen ook de mensen, en eigenlijk moet ik zeggen, horen vooral de mensen die om jou heen leven. Jouw tuin is dus de plaats waar jij geplant bent en de mensen om jou heen. Mag ik het zo zeggen? Jouw tuin omvat de plaats waar je op dit moment werkt. Of misschien studeert. Deze plaats is 100% zeker. Deze tuin is 100% zeker de familie waar jij in bent geboren. Die tuin is jouw gezin. Het zijn al die gebieden bij elkaar. Het is eigenlijk het missieveld waar God jou naar heeft uitgezonden. Waar God jou in heeft geplant. Precies zoals Korinthe, Efeze, Thessaloniki en ga zo maar door. Allemaal gebieden waren die bij Paulus hoorden. Maar God heeft jou dus ergens geplaatst. En ik heb 4 punten die ik vandaag met jou wil bespreken over hoe kan je nou leven in jouw tuin? Hoe kan je het beste omgaan met jouw tuin? Hoe kan ik die tuin het beste dienen, die tuin die God mij heeft gegeven. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Ik neem af en toe een slok water. Normaal gesproken kon ik hem makkelijk oppakken, maar dat gaat niet meer. Is goed voor de beweging, laten we dat maar zeggen. En het eerste punt, en dat is natuurlijk het allereerste punt is, ontdek jouw tuin. Het is belangrijk dat we ontdekken en dat we gaan zien wat onze tuin is. We kunnen het onszelf zo vaak heel moeilijk maken, maar kijk eens naar de gaven en talenten die God je heeft gegeven. Kijk eens naar de mensen om je heen. Kijk eens naar de plaats waar jij op dit moment bent. Weet je wat het leuke is? Heel veel mensen denken altijd, laat ik het zo zeggen, wij zijn een missionaris in onze tuin. En als mensen het woord missionaris horen, dan denken ze altijd dat ze naar het buitenland moeten gaan. Laten we heel eerlijk zijn mensen, 95 of misschien 99% van de mensen die hier is, en ook de mensen die thuis zijn, zijn niet gemaakt om naar het buitenland te gaan. Wij zijn een missionaris op de plaats waar we nu zijn. Heel vaak denken dat we ergens naartoe moeten gaan. Nee. God heeft jou specifiek op een bepaalde plaats gezet om voor die tuin te zorgen. Het is helemaal niet zo moeilijk om jouw tuin te ontdekken. Doe je ogen open en kijk wie er allemaal om je heen is en kijk waar je bent. Werk je in het gemeentehuis van Os? Wees daar een zegen. Zit je op school hier ergens in Os of in de omgeving? Wees daar een zegen. Ik spreek tot mezelf. Woon je in Langeboom? Wees daar een zegen. En heel vaak, ik ben guilty, vergeten we onze buren. Vergeten we de mensen om ons heen. Maar God heeft ons niet voor niets daar geplaatst. Ik geloof dat jij gemaakt bent voor Os. Jij bent gemaakt voor Brabant. Toen God jou schiep, gaf hij jou potentie. Hij gaf jou gaven en talenten. Hij gaf jou dingen waar jij goed in bent, zodat jij specifiek een zegen kan zijn op de plaats waar je nu bent. Begin daar waar je bent en ontdek jouw tuin. En ik zou zeggen, neem tijd om te bidden. Neem tijd om God te zoeken en God te vragen, hey, Heer, hoe wilt u dat ik een zegen ben en waar wilt u dat ik een zegen ben? Ik denk dat God heel snel een antwoord zal geven, doe je ogen open. Maar ik denk dat God dat ook stap voor stap wil laten zien. Je weiland kan zogezegd ook groeien. Soms switch je van werk, dat kan. Weet je tuin is constant in beweging. Als je naar je eigen tuin kijkt en je hebt misschien tegels in je tuin, dan zie je dat je tuin constant in beweging is. Er groeit altijd onkruid op. Misschien wel van de buren, net zoals bij ons. Gooi het lekker over de schutting heen en dan kan je dan weer eraf gaan halen. Maar een tuin is constant in ontwikkeling. Het is niet iets wat vaststaat, maar het is iets bewegelijks. Iets dynamisch. Dus ontdek jouw tuin. Tweede punt is, bouw jouw tuin. Laat de 2 Korinthe 10 vers 8 nog een keer lezen. Let op wat Paulus zegt.
Zelfs al zou ik overdreven hoog opgeven van het gezag dat de Heer ons heeft toevertrouwd, overigens een gezag om uw belang te dienen, niet om het te schaden, dan nog zou blijken dat ik de waarheid spreek. Let op wat Paulus zegt over zijn gebied. Ik heb gezag en autoriteit gekregen over het gebied, over de tuin die God mij heeft gegeven. Korinthe valt binnen het gezag en de autoriteit die God mij heeft gegeven. Maar kijk wat hij zegt. Een gezag om uw belang te dienen en niet om het te schaden. Ik geloof dat jij een tuin hebt. En ik geloof dat jij gezag en autoriteit hebt in jouw tuin. Maar dat gezag en die autoriteit is nooit bedoeld om anderen te schaden. Het gezag en de autoriteit die jij hebt gekregen is altijd om anderen te dienen. Ik denk aan mijn tuin. Jullie zijn onderdeel van mijn tuin. Ik sta vandaag hier en ik geloof dat God mij gezegend heeft om te spreken. En dat God mij de gaven en talent heeft gegeven om dat te doen. Maar ik doe het niet voor de show. Ik ben hier niet om te showen. Ik ben hier niet om te laten zien hoe goed ik ben of hoe geweldig ik wel lijkt te zijn. Het doel moet zijn dat ik jullie dien en dat ik jullie help en dat ik jullie iets geef waar jullie iets mee kunnen. Hoeveel sprekers zijn er wel niet die willen dat iemand anders hun Bijbel draagt? Of die trots binnenkomen en proberen te showen met hun preken. Of de voornaamste plaats willen hebben of belangrijk willen zijn. Maar dat is niet het doel. Kijk, het is niet erg dat de kerk goed zorgt voor sprekers en voor gastsprekers. Daar heb ik niks op tegen. Dat is goed. Maar het is niet het doel dat degene met de gaven en talenten voor bijvoorbeeld te spreken hier tof komt doen. Sta je te zingen, je doet het niet voor jezelf. Je doet het om andere mensen te helpen. God geeft gaven en talenten en God plant je in een tuin om goed voor die tuin en voor de mensen in die tuin te zorgen. Ik moet denken aan Adam en Eva, daar gaan we weer. Wat ik net al zei, Adam en Eva werden geschapen en werden in een tuin geplant. En let op wat God zegt in Genesis 1 vers 28, Bart heeft het net ook gelezen. Let op wat er staat. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. God geeft Adam de opdracht mee om de aarde te onderwerpen. God geeft de opdracht mee om te heersen over de vissen in de zee, over de vogels aan de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Maar ik zie nergens staan dat God zegt, luister goed, God zegt nergens en heers over andere mensen. God heeft geen enkel mens gemaakt om te heersen over andere mensen. Ja, we hebben gezag en autoriteit gekregen binnen onze tuin, maar we hebben nooit de macht en de power gekregen om te heersen over andere mensen. Want we zijn allemaal geschapen in het beeld van God. We zijn allemaal gelijk aan elkaar. En er is er maar één die boven alles en iedereen staat. En dat is degene die ons gemaakt heeft. De enige reden waarom God ons autoriteit en gezag geeft, zoals hij het ook aan Adam en Eva gaf, is om te dienen. Om elkaar tot een zegen te zijn. Dus Jezus zei niet voor niets. Wie de grootste onder u wilt zijn, moet de anderen dienen. God zelf kwam in een mensenlichaam om jou en mij te dienen. God zelf. En hij zei, volg mijn voorbeeld. Doe wat ik doe. Bouw jouw tuin. Bouw de mensen in jouw tuin om. En mag ik dit zeggen, en het sluit een beetje aan bij het eerste punt. Als je nog niet weet wat je tuin is, als je nog niet weet wat je potentie is, of als je op een zoektocht bent om daar achter te komen, je kan altijd beginnen met bouwen. Je kan altijd andere mensen helpen. Je kan altijd liefde geven aan anderen. Je kan altijd geven aan anderen. Je kan altijd een luisterend oor zijn voor anderen. Bouwen moet je sowieso doen. God wil dat we dienen. Of je nou weet wat je tuin is of niet. Of je nou weet wat je potentie is of niet. Begin met bouwen.
Ik geloof zelfs dat als jij gewoon begint met een zegen te zijn voor je omgeving, als jij begint met bouwen, dat God de deur zal openmaken, je ogen zal openmaken en zal laten zien waarvoor je gemaakt bent. Begin te bouwen. En mag ik dit ook zeggen? God heeft ons heerschappij gegeven over de natuur. Ik geloof daarmee, zoals ik net al het punt wat ik wilde maken, is als je gezag en autoriteit hebt over iets, dat dat is om het op te bouwen en niet om het te schaden. En misschien heeft dit verder niks met mijn preek te maken, maar ik wil dit wel zeggen. Ga goed met de natuur om. Denk na over hoe je met de schepping omgaat. God heeft ons rentmeesters gemaakt van de schepping. God wil dat we goed met de natuur omgaan. We zijn niet gemaakt om de natuur te schaden, maar om de natuur te laten bloeien. Weet je dat erbij? Ik weet even niet meer waar het staat, maar ergens zegt Paulus volgens mij, de schepping wacht totdat de kinderen van God, de heiligen van God, geopenbaard worden. De schepping, zelfs de schepping, en dan laat ik zeker ook de mensen in de schepping, maar ook de schepping zelf, wacht totdat jij en ik gaan opstaan en een zegen gaan zijn voor onze schepping. Uiteraard inclusief de mensen, maar ook de natuur. God heeft ons een stuk rentmeesterschap gegeven. En je derde punt is, jouw tuin is uniek. Laat de 2 Korinthe 10 vers 12 nog een keer lezen. Let op wat Paulus zegt. En ik heb hem vanuit de New King James Version. Let op, komt ie. For we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves. But they, measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves, are not wise. Volgens mij wil Paulus iets heel duidelijk maken. De mensen die hem beschuldigen en de mensen die met een wijzende vinger naar hem staan en de mensen die hem weg willen krijgen, die zijn heel veel bezig met themselves. Alsof Paulus heel duidelijk wil maken van die mensen die mij weg willen hebben, die zijn alleen maar bezig met trots te zijn. Kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens hoe tof ik ben. Kijk eens wie ik ben. En ze kijken neer op anderen en denken, wie ben jij? Ik ben alles. En eigenlijk zijn ze zichzelf constant aan het vergelijken met andere mensen om zich heen. En Paulus is heel duidelijk. They are not wise. In het Engels klinkt het nog lief, maar met andere woorden in het Nederlands, ze zijn gewoon dom. Domme mensen zijn dat. En ik wil eigenlijk ingaan op dat stukje van vergelijken. Laten we eerlijk zijn, ik wil handen zien. Wie heeft hier wel eens zichzelf vergeleken met anderen? Als je je hand niet opsteekt, dan weet ik dat je aan het liegen bent. Want ieder mens, of je het nou bewust doet of onbewust, ieder mens heeft af en toe de neiging om jezelf te vergelijken. Kom op, laten we eerlijk zijn. Wie zit er op Instagram, Twitter, Facebook, Skype, Hypes? Oh, dat bestaat al lang niet meer. Maar wie zit er op die dingen? Wat doen we de hele dag? We gaan scrollen. En weet je hoe het gaat als we op Instagram zitten? We scrollen en we zien iemand. Oh, die zit gewoon op de camping ergens in Nederland. Wij gaan lekker ergens naar Mallorca toe. Oeh, en dan gaat je happy mate. Hij gaat omhoog. En op een gegeven moment scroll je verder naar beneden. En dan zie je iemand, die zit in Miami. Oh, die heeft net een hele rondreis gedaan. En dan gaat alsof je in een achtbaan zit. Maar dat is wel wat vergelijken met ons doet. Vergelijken laat ons constant dit doen. En Paulus zegt niet voor niets, vergelijken is dom. Weet je, vergelijken is killing. Laat ik heel eerlijk zeggen, heel eerlijk zijn. Wij rijden in een hele goedkope auto. Gewoon een autootje, klaar. En we zijn heel blij met onze auto, want onze auto is lekker goedkoop, weinig kosten. Het brengt ons van A naar Z. Een Japanse auto, die onderdelen, die kosten nooit iets. Dus als er iets aan gedaan moet worden, is het altijd simpel en makkelijk. Alles is makkelijk te doen voor de monteur. Hij hoeft niet eerst alle kappen weg te halen. Hup, motorblokje, bougietjes vervangen, klaar. Easy. Maar op het moment dat ik in mijn auto zit, die voor mij een blessing is, voor ons een blessing is, en ik rij op de weg en ik kijk naar iemand langs mij en die komt er langs met de Ferrari, dan denk ik van, oh Lord, de blessing, de zegen, is op dat moment een vloek voor mij. Alleen maar omdat ik ga vergelijken. Iets wat een blessing is voor mij, wordt een vloek voor mij op het moment dat ik naar mijn buren ga kijken die misschien een iets mooiere auto hebben. Dat is wat vergelijken doet. Weet je, vergelijken is killing.
Vergelijken is als een strop om je nek. Vergelijken is als constante bewolking over je tuin, waardoor je tuin niet kan groeien. Waardoor er geen leven kan zijn in je tuin. Of laten we het anders zeggen, waardoor er geen fotosynthese plaats kan vinden. Want er komt geen zonlicht binnen. Vergelijken belemmert jouw groei en zorgt dat je langzaam afsterft. Mensen, jouw tuin is uniek. Jij bent uniek. Ga je niet vergelijken met anderen. Doe het niet. Leven in jouw tuin, in jouw gebied, betekent dit. Run your own race. Laten we Hebreeën 12 vers 1 en 2 lezen. In het Engels, komt-ie. Op mijn beste Engels. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ren de race die God voor jou heeft uitgezet. Heb je ooit gekeken naar een sprinter? Shorandi Martina of Usain Bolt of wie wil noemen Usain Bolt, die doet nu alleen nog maar reclames rennen. Ik snap hem wel, moet ook wat geld verdienen natuurlijk, nu die gestopt is. Maar wat gebeurt er? Ze staan klaar op hun startblok en op het moment dat dat startschot gaat, dan gaan ze en het enige wat ze doen is ze kijken alleen maar naar voren. Ze zijn alleen maar bezig met hun eigen race. En natuurlijk, Usain Bolt die kon het maken omdat hij zo snel was. Op het einde, wat ging hij doen? Een beetje rustig rennen en ging een beetje om zich heen kijken. Maar wat gebeurt er op het moment dat je niet meer voor je kijkt, maar naar links of naar rechts kijkt? Je begint af te zwakken. Je gaat niet meer zo hard als dat je eigenlijk moet gaan. God wil dat wij onze race rennen en vooruitkijken. En niet bezig zijn in die zin met het vergelijken met degene die langs ons rennen. Focus, kijk voor je, ren en hou je oog op het doel dat God voor je heeft gezet. Een atleet heeft daarnaast ook twee banen langs zich. Right? Hij moet binnen die twee banen blijven, maar hij heeft twee banen langs zich. En ik geloof dat wij ook zo twee banen langs ons hebben. Aan de ene kant de universele lijn, die voor iedereen geldt. En dat is, we moeten steeds meer en meer op Jezus gaan lijken. En aan de andere kant een lijn. En dat is een lijn die persoonlijk is. Een lijn die uniek en speciaal voor jou is. En dat is de lijn die zegt, word steeds meer zoals God jou heeft gemaakt. En word steeds minder zoals andere mensen zijn. Kijk, ik ben Joel Osteen niet met, this is my Bible. Dat ben ik niet. Ik ben Michiel Owens en ik moet op mijn baan blijven. En ja zeker, ik kan leren van anderen. En ja zeker, we mogen leren van anderen, maar we moeten nooit die andere persoon worden. We moeten onszelf zijn binnen de lijnen die God ons heeft gegeven. Weet je, een renner, een sprinter, wordt gedisqualificeerd op het moment dat hij maar ook één voet buiten die lijn zet. Laten we binnen de lijnen blijven die God ons heeft gegeven. Vergelijken heeft altijd een negatieve invloed. Altijd. Of je voelt je beter en bent trots en je voelt je beter dan anderen. Of je voelt je slechter dan anderen en je wordt down. Het heeft altijd een negatief effect. Ga niet vergelijken, want jouw tuin is uniek. Het gras is niet groener bij de buren, maar dat gras is groener daar waar jij het water geeft. Oké, het vierde punt. Jouw tuin heeft grenzen. Leuk is, ik stuurde Mark mijn. Meestal stuur ik Mark mijn Bijbelteksten en de punten die ik op het scherm achter me wil. En ik had duidelijk in de tekst gezet: jouw tuin heeft grenzen. En Mark stuurde ze terug en zei: ja, ik heb er dit van gemaakt. Ik zei: nou, top, helemaal goed. Maar ik keek en toen zag ik bij punt 4: hij had ervan gemaakt: jouw tuin heeft geen grenzen. Want laten we eerlijk zijn, grenzen klinken niet altijd heel erg positief. En grenzen
vooral binnen de kerk, waar we grenzeloos geloof hebben, is niet altijd een leuk dingetje. Maar jouw tuin heeft wel degelijk grenzen. Elke tuin heeft grenzen. Daarom zetten we een schutting neer of een heg of whatever je wil. Elke tuin heeft grenzen. Zelfs de tuin die God aan Adam en Eva gaf. Want wat gebeurde er toen ze zondigden? Ze werden uit de tuin gezet. Dus die tuin had grenzen. En misschien klinken grenzen niet heel erg lekker, maar grenzen zijn bevrijdend. Grenzen zijn goed voor je. Ja, maar Michiel, ik wil helemaal geen grenzen aan mijn tuin. Weet je, ik heb 4 punten, en dat is, daar ga ik mee afronden. 4 punten waarom grenzen goed voor je zijn. Ja? De eerste. Jouw tuin heeft grenzen, en grenzen zijn goed omdat ze bescherming en gezondheid bieden. Luister goed. Ik weet niet of je het nieuws hebt gezien de afgelopen tijd, maar ik kreeg het vooral vanuit 1 filiaal van ons. Ik werk voor een bedrijf dat auto-onderdelen levert en we zitten door heel Nederland heen. En eentje zit er in Venlo. En ik kreeg foto's te zien van hoe het er daar aan toe ging. En het scheelde echt niet veel, maar het water stond bijna binnen in het pand. En ze hebben dat al vaker meegemaakt. Maar wij als Nederlanders, als je daaraan denkt, mogen blij zijn dat het water van de zee, maar ook de rivieren in ons land, bijna 100% binnen de grenzen blijven die ze hebben gekregen. Op het moment dat een rivier of dat een zee buiten zijn grenzen treedt, buiten zijn oevers treedt zoals we het noemen, dan brengt dat schade. Dan gaan er zelfs, kijk in Duitsland, dan gaan er zelfs mensenlevens aan onderdoor. We mogen blij zijn in Nederland dat het water zijn grenzen kent. En zo werkt het denk ik ook met ons. God heeft ons potentie gegeven en God heeft ons een tuin gegeven. En op het moment dat wij binnen onze potentie, binnen de grenzen van onze tuin bewegen, dan zal het gezond zijn. Laat me een voorbeeld geven. Ik weet dat binnen mijn potentie en binnen mijn tuin, zingen valt daar niet binnen. Als ik ga zingen, dan treed ik buiten mijn grenzen. Als ik ga zingen hier in church, dan is het als een rivier die buiten haar oevers treedt. In dit geval zijn oevers natuurlijk. Maar die buiten haar oevers treedt en alles verwoest wat er omheen is. Zo is het als ik hier ga zingen. Maar op het moment dat ik de microfoon pak om jullie iets te delen wat God op mijn hart heeft gelegd, dan blijf ik binnen de grenzen die God mij heeft gegeven. En dan is dat gezond. Dankjewel. Blijf binnen de grenzen die God je heeft gegeven, want het is goed voor je. Het is gezond voor je. Het is gezegend voor jou, maar ook voor de mensen in jouw tuin. Ik ga het jullie niet aandoen om als voorbeeld dat te doen. Het tweede punt is, grenzen zorgen voor focus. Hoeveel mensen vandaag de dag hebben geen focus meer? We gaan alle kanten op. We hebben alle kennis en alle kunde binnen 1 druk op de knop tot onze beschikking. Maar als je grenzen hebt en als je weet waarvoor je gemaakt bent, als je weet waar God je voor geroepen heeft, als je weet welke tuin God jou heeft gegeven, dan kan je je daarop focussen. Ik ga niet oefenen om te zingen. Ik weet, nee, maar heel simpel. Kijk, natuurlijk, mensen kunnen leren en mensen kunnen vooruitgaan en mensen kunnen groeien. Maar ik ga het niet doen, want ik weet dat God mij die potentie niet heeft gegeven. Dus ik ga mijn tijd daar niet aan verspillen. Ik focus me op de dingen die God mij wel heeft gegeven. Focus je op datgene wat God je heeft gegeven en geef het je alles. Alles. Ontdek wat je grenzen zijn, ontdek wat je tuin is, wat je potentie is en geef het je alles. Focus. Oké, derde punt wat erbij hoort. Grenzen zorgen voor het juiste perspectief. Zoals ik net al een beetje verkapt zei, jij en ik ook, wij kunnen niet alles. Right? Wie kan hier alles? Wie wil hier alles kunnen? Steek je hand maar op. Als je dat wil en je krijgt dat, dan word je volgens mij helemaal gek. Serieus, we zijn niet gemaakt om alles te kunnen. En ik geloof dat dat voor het juiste perspectief zorgt. Luister, God heeft ons grenzen gegeven, zodat we gewoon eigenlijk gedwongen er naartoe gaan dat we dingen samen doen.
We zijn niet gemaakt om alles alleen te doen. We zijn niet eens gemaakt om alles te kunnen doen. In een gezin heb je een vader en een moeder. Right? Kijk om je heen. Ik kijk in mijn eigen bedrijf. Ik kijk soms ook in sommige kerken. Sommige mensen proberen echt letterlijk alles te doen. En wat gebeurt er? Het werk wordt altijd half gedaan. Dat is niet omdat ze niet hun best geven, maar dat is omdat ze niet gemaakt zijn om alles te doen. Hoeveel mensen tegenwoordig vallen er wel niet in een burn-out? Omdat ze alles proberen te doen. Je bent niet gemaakt om alles te doen. We zijn gemaakt om het samen te doen. Als ik aan grenzen denk, dan heb ik bijna het gevoel alsof dat zorgt voor een isolement. Jullie niet? Van ik word geïsoleerd binnen bepaalde grenzen. Maar de grenzen die God geeft, zijn ervoor om je juist uit het isolement te halen en om het samen te gaan doen. Het juiste perspectief. Het perspectief niet van hier op aarde, maar het perspectief van boven, waarin je ziet, hey, dit is mijn tuin, maar er zijn meerdere tuinen. En als we het samen doen, dan kunnen we samen zorgen voor de schepping van God. Het samenperspectief. God geeft ons grenzen, zodat we elkaar nodig hebben en alles samen doen. Oké, het vierde punt. En dit is het laatste. God geeft jouw tuin grenzen. En die grenzen zorgen ervoor dat wat jij doet eeuwigheidswaarde heeft. Mag ik dit zeggen? Jezus, toen hij hier 2000 jaar geleden op aarde wandelde, had ook grenzen. Jezus had grenzen. Luister goed. God werd een mens. God is almachtig, alwetend. God is omnipotent. God is altijd en overal. En hij koos ervoor om een mens te worden met twee handen, twee voeten, twee benen, twee ogen, een neus, twee oren en één mond. God koos ervoor om zichzelf te beperken en zichzelf de grenzen op te leggen van een mensenlichaam. Mag ik het nog verder nemen, als je me niet gelooft? Jezus heeft op één reisje na, is hij nooit op vakantie geweest. Hij is één keer volgens mij in Egypte geweest en voor de rest bewoog hij zich altijd binnen Israël. En Israël is wat, 80 vierkante kilometer, zoiets? Ik heb het niet opgezocht, maar ga het opzoeken. Het zal niet heel veel meer zijn. Jezus koos ervoor als God om in een mensenlichaam te komen en zich te bewegen in een stukje van 80 vierkante kilometer. Jezus is nooit in Nederland geweest. Niet fysiek 2000 jaar geleden. Jezus is nooit in New York geweest. Fysiek 2000 jaar geleden. Maar weet je wat het mooie is? De woorden die hij met één mond sprak. De wonderen die hij met twee handen deed. Die spreken vandaag de dag nog steeds. Hij deed het in één mensenlichaam. In een gebied van 80 vierkante kilometer. Maar zijn invloed reikt tot vandaag de dag en tot in de eeuwigheid. Wat hij gedaan heeft in die 33 jaar in een mensenlichaam, heeft eeuwigheidswaarde en heeft alles op zijn kop gezet. Wat hij gedaan heeft, vervult de hemel en de aarde. Misschien heb jij het gevoel dat wat jij doet er niet zoveel toe doet. Misschien heb jij het gevoel dat, ja, maar kijk, ik ben beperkt. Ja, je bent beperkt. Prijs God dat je beperkt bent. Want God wil dat kleine, of misschien dat wat grotere, of maakt niet uit, we hoeven het niet te schalen in klein, groot of wat dan ook. Maar God wil datgene wat jij doet gebruiken om eeuwigheidswaarde te hebben. Zoals Jezus niet beperkt was uiteindelijk, hij gaf zichzelf grenzen, maar doordat hij zich grenzen gaf, kon God grenzeloos door hem heen werken. En als wij dat ook zien, als wij dat ook gaan zien, dan gaan de dingen die wij doen, gaan we heel anders benaderen. De dingetjes die je doet, hebben eeuwigheidswaarde. Mag ik het zo zeggen? Wanneer jij zijn grenzen eert, dan zal hij alle grenzen doorbreken en alle grenzen overtreffen. Grenzen zorgen voor vertrouwen. Vertrouwen dat jij niet degene bent die het alleen moet doen.
grenzen, zorg ervoor dat je kan vertrouwen op God die achter jou staat en die met jou mee wil bouwen in jouw tuin. Weet je, kerk, God heeft jou gemaakt met enorm veel potentie. Hij heeft je in een prachtige tuin geplaatst. Kijk om je heen. Kijk even om je heen. De mensen om je heen. Dat zijn de mensen die God in jouw tuin heeft geplaatst. Anders was je hier niet. Weet dit. God is met jou. God staat achter jou. God wil met jou meewerken. God vindt jou belangrijk. God wil door jou heen werken. Hij wil zijn koninkrijk en zijn wil hij door jou op deze aarde brengen. Hij wil dat jij zorgt voor je tuin. Eigenlijk moet ik zeggen, hij wil dat jij jouw tuin ontdekt. Hij wil dat je jouw tuin bouwt. Hij wil dat je je focust op je tuin. En hij wil dat jij de grenzen eert die hij aan jouw tuin heeft gegeven. En als je dat doet, dan zul je zien dat jij een zegen zult zijn voor je tuin. En dat jouw tuin zal gaan opbloeien. Laat ik dit zeggen. Laten we zorgen voor onze tuin, zodat we samen zorgen voor zijn grote tuin. Ik en mijn tuin, wij en zijn schepping. Amen.